Dit hier is een molecuul. Deoxyribose. Want hier is de zuurstof weg. Er bestaat ook nog zoiets als een dideoxyribose. En bij een dideoxyribose is ook deze zuurstof weg en zit er een haartje aan. En waarom is dat van belang? Nou, ik plak hem weer even terug en dan kun je het verschil zien. Op het moment dat je nucleotide aan elkaar gaat koppelen, dan gaat dit haartje weg. Bij dit molecuul gaan er een aantal fosfaatgroepen weg. Eén fosfaatgroep komt hier aan te zitten. En zo kun je dus de nucleotide aan elkaar koppelen door de ruggengraat van de suiker te verbinden. Op het moment dat deze O er niet is en er alleen een haartje zit, is die niet meer te koppelen. Een beetje vergelijkbaar met deze balletjes. Op het moment dat hier een oogje aan de bovenste zit, kan ik het haartje er zo inhangen en kan ik de balletjes aan elkaar gaan koppelen. Een dideoxyribose is, en die dus geen haakje meer heeft, geen oogje meer heeft, kan ik het haakje er niet meer inhaken en kan ik dus de keten niet langer maken. En daarbij wordt gemaakt van de Zenger-methode. Dan weet je dus dat het niet verlengd kan worden na dit nucleotide.